Het centraal examen voor VMBO, HAVO, VWO en gymnasium gaat dit jaar niet door. Het is een hele drastische maatregel van de onderwijsminister Slob. En dat is niet eerder gebeurd dan sinds de Tweede Wereldoorlog, ruim 75 jaar geleden. De leerlingen, de eindexamenleerlingen, ja, die nemen het eigenlijk heel sportief op. Want bij de meesten kan de vlag vervroegd uit. Ja, nou, heel veel mensen zijn gewoon echt blij. Want die zijn nu natuurlijk gewoon geslaagd en hebben niet al die stress. En... Ik ben heel blij natuurlijk. Ben gewoon geslaagd. Ja, ik heb net gevraagd. Ja, zeker weten. Gefeliciteerd zijn ze dus. Nou, helemaal goed. De scholen zijn dicht, maar hier op het Comenius College in Capelle gingen de deuren deze week open alleen voor eindexamenleerlingen. Zij mochten, verspreid door de school, op afstand en extra schoonmaak van de schooltafeltjes, een herkansing maken voor de schoolexamens. En nu de centraal examens vervallen, gaan die veel zwaarder tellen voor dat diploma. Wat we in ieder geval gaan doen is een analyse maken van onze leerlingen hoe ze ervoor staan. Wij hebben namelijk al 99% van onze schoolexamens afgetoetst. Dus een aantal leerlingen weet eigenlijk ook al gewoon nu, hey, ik ben geslaagd. Maar wij gaan wel even de komende weken aan de slag om te kijken van wat gaan we nu exact doen met die leerlingen die nog een examen moeten inhalen bij ons. Want we moeten wel volgens de RIVM-richtlijnen een stapje verder. En dat betekent ook dat wij de komende dagen de leerlingen thuis gaan laten. En dat wij het fysieke tentamenverhaal om gaan draaien naar het online verhaal. De school gaat dus helemaal dicht. En deze week ook geen herkansingen meer. En voor een aantal leerlingen wordt het nog spannend of ze op basis van de tot nu toe behaalde resultaten wel een diploma verdienen. Voor mij hangt het er nog van af natuurlijk toch. Want ik had gisteren een wiskundeherkansing gemaakt. En als ik daar een onvoldoende voor heb, dan slaag ik niet natuurlijk. En door het coronavirus hebben heel veel eindexamenkandidaten dan nu een mazzeltje dat ze eigenlijk nu al geslaagd zijn. Maar ja, echt een feestje is het niet. In je eentje. Ja, dat is balen natuurlijk. Ja, er is weinig aan te doen, maar... Dit is echt een heel raar examenjaar, want we hebben nu ook geen schoolgala, geen... Heel veel mensen kunnen niet meer op examen reizen. Dat zijn toch wel dingen die eigenlijk altijd bijblijven en die wij nu niet meemaken. Ja, nou, we hadden nu al met vrienden afgesproken om gewoon online via FaceTime allemaal gewoon een biertje te doen. En dan gewoon gezellig samen feest vieren eigenlijk nog. Wel op afstand nu natuurlijk, maar ja, kan niet anders. Ja, dat gaat waarschijnlijk wel door. Toch gewoon een beetje stilhouden dat de politie het niet hoort. Toch, dat kan je niet maken, toch? Nee, dat zou asociaal zijn toch, dat zou asociaal zijn. Dan moet je er maar een creatieve oplossing voor bedenken. Ja, precies. Over Skype gewoon feestje houden toch.